Goedemorgen dames en heren, tof dat jullie kijken naar mijn kanaal, a.k.a. Bram Brambo. Vandaag ga ik voor geocaching opnemen. Het wordt leuk. Ik ben nu in Soest, dus ik ga daar ook even iets voor kijken. Naar buiten, want het is weer prachtig weer. Want dat zeg ik elke keer als het prachtig weer is. Maar dat bedoel ik ook echt het prachtige weer. Kijk, het is weer helemaal blauw. Maar dus dan zie ik jullie zo wel weer, ja, later. Maar ik had gisteren lekker een wolktaart met Maltese gemaakt, maar hij is een beetje ingezakt. Zo, ik heb net lekker een aflevering gemaakt over geocaching. En deze was makkelijk, maar... Daar komen we wel moeilijker aan, denk ik. En ja, je weet het maar nooit. Deze makkelijk, de andere kunnen heel moeilijk zijn. En deze was ook voor wandelaars bedoeld. Of fietsers. Maar dat wist ik niet. Ik wou een hele lastige. Maar ja, ik kwam er pas laat achter toen ik eigenlijk was. Dus ik ga jullie even wat laten zien van de duinen. Mooi. Maar dat hier ook gewoon bijna geen bomen staan, dat is nog wel te raden. En hier de rest omheen, daar. En daar zijn alleen maar bomen. Dus dat is wel heel dik. Maar weet je wat er nou niet het verstandigst is? Om je nieuwe schoenen, nou, zo bijna nieuw, mijn groene Timberlands, ja, door het zand heen te bijeren. Maar ja, daar kwam ik zelf een beetje laat achter. Ik weet zelf niet of ik hier mag vliegen, want hiernaast zit volgens mij een militair terrein. Dus dat moet ik even op gaan zoeken. En ja, dan als ik op heb gezocht en dat mag, dan ga ik dat zeker weten doen. Dus ga ik nu even opzoeken. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Het lijkt echt weer of dat het zomer is, guys. Maar het is helemaal nog niet zomer. Maar ik vind het wel jammer. Want het is zo lekker weer en ja, ik geniet er gewoon van. En als het dan weer, ja, lekkerder weer is, dan wil ik altijd naar de boot toe, omdat het gewoon chill is. En ja, dan vind ik het altijd jammer als het nou net niet, ja, warm genoeg is, zeg maar. Maar ik ga het even opzoeken, want dan kan ik ook weer verder. Wat zeg ik nou? Drone vliegen. Kaart. Ik ga gewoon vliegen. Ja, ik gooi hem wel even gauw de lucht in en dan ben ik er ook weer, zeg maar, snel vanaf, want je weet het maar nooit, je weet het maar nooit. Als er dan zo eens een keer iemand is die dat zeg maar niet wil, en ja, dat heb ik al eens een keer meegemaakt hoor, dat mensen niet willen dat ik zeg maar vlieg. Boven mensenhuizen. Oké, dat snap ik. Maar ik was de vorige keer was ik bij de uit de bebouwde kom. En toen was het zo. Want daar mag je gewoon vliegen. En dat had ik al opgezocht van tevoren. Maar dus die mensen die werden helemaal live. Ze hadden al een keer de politie gebeld. Maar toen was het ging net op vakantie. Dus ik denk. Nou, een half uur van daarvoor ging ik weg, zeg maar. En toen was het zo van... Ja, meneer. Nee, ik was zeg maar al naar huis. En toen had mijn vriend had me geappt zo van... Hé hey Bram, er was politie net. Toen dacht ik, oh ja. Nou, dat mag gewoon, dus ja. Maar ja, maakt niet uit. Als mensen het niet weten, dan is het ook niet erg. Nou, als het... hoe zeg ik dat? Nou, ik wist dat het wel mocht, zeg maar, in buiten de bouwde kom. En ik wist wel dat je niet over mans zeg maar, mag vliegen. Dat weet ik ook, dat heb ik ook mijn rekening mee gehouden. Maar het was gewoon gek, want ze had meteen de politie gebeld en dit en dat, zus en zo. Dus de rest gewoon, oké. Ik weet niet waar.
voor mezelf. En, ja, ik weet niet, voor mij is het niet verbonden zo te zien. Hij is verbinding aan het maken, dat scheelt. Nee, maar ik ga zo nog even naar mijn broer toe. En dan ga ik nog even wat drinken en even, ja, gezellig. Maar het is heel lekker weer. Ik heb nog nooit zo lekker weer gezien in februari. Nee, klopt. Maar ik ga nu even vliegen. Dus ja. Dus ja, dat is het. Maar ik ben even mijn appje aan het zoeken als ik hem kan vinden. Oh ja. Dankjewel. Zo, even mijn bril gevlogen. Ik had hem zo beet. En ik wist niet eens dat je hem, als je hem zo deed, dat hij zeg maar uitging. Dat wist ik niet. Dus dat is ook weer iets nieuws wat ik heb geleerd in de afgelopen half jaar. Zo, wat is dit allemaal weer? Vies hoor. Vies. Vies. Nee, maar ik moet... Oh. Ah, maar, oké. Okay. Ik vind het heel leuk altijd, het strand en dingetjes. En... Maar als je thuis komt, dan denk je altijd zo van... Ah, ja, ik ben naar het strand geweest. En dan heb je echt zo van... Nee, gast. Dit meen je niet, gek. Nee, maar soms gewoon dat... zeg maar dat het weer... Dat connection weggaat. En dat is zo kut, hè. Maar ik probeer het... ik heb wel spullen ervoor. Ik probeer het wel zo goed mogelijk... te houden. Maar ik moet... Want iemand had een filmpje... Waar ik zag dat hij... ja, dat hij zeg maar... vliegtuigmodus had aangezet... Maar dat hij dan wel met zijn drone kon verbinden. En dat hij wel, zeg maar, daarheen terugkwam. Maar geen andere dingen verkeer last van. Dus dat is wel waar ik misschien even ook ga naar zoeken. Maar ik ga dus. En ik zie jullie weer straks. Maar ik ga even opruimen. Ik ga nog even een klein stuk lopen. En dan ga ik lekker naar huis. Zo, ik ben weer lekker thuis. Ik heb net natuurlijk even naar... Susse Duinen ben ik even geweest en was echt heel leuk. Oh, ik ben al ingelogd. Maar ik ga nu even bewerken en ik heb foto's ook nog van toen we op vakantie waren. Het weekendje dat we weg waren. En ik zal even een foto laten zien, hier komt ie. Maar het was wel grappig, want we waren in een soort van mystery, ja, gebouw, zeg maar. Dat alles op de kot... Alles op de kop stond, dus dat zie je ook nu hier. En Koen is ook thuis. Hé, hey Koen, alles goed, jongen? Wow! Oké, okay, okay. Oh, dat is niet natuurlijk. Nee, maar ja, dat is wel zo grappig. En we gaan zo lekker weer tevens eten. Want dat hebben we echt al super lang niet gegeten. Meestal in de vakantie doen we dat. Maar ja. Dus ja, maar ik zie jullie wel weer straks ergens. Ik weet niet wanneer. Doei!